Hoi allemaal, leuk dat je weer een nieuwe video kijkt. En voor vandaag heb ik een kleine review van een winkel die echt heel, maar dat ik echt heel erg vaak is aangevraagd. Namelijk, tadadadada, Shein. Ik weet niet hoe vaak dit is gevraagd, maar ik kreeg hier echt zoveel berichtjes over. Dus ik dacht, nou ja, goed weet je, laat ik het maar gewoon proberen. Ik heb een best wel grote bestelling bij Shein gedaan. Het zit hier allemaal in, wat ik best wel knap vind. Maar ik ga vandaag jullie laten zien wat het is geworden, wat er allemaal in zit. Ik ga eerst alle producten unboxen om te kijken van, goh, een eerste indruk, wat ik er wel vind. En daarna ga ik ze allemaal passen, zodat jullie ook kunnen zien hoe het staat, hoe de kwaliteit is, hoe de pasvormen zijn. Dat is natuurlijk altijd best wel moeilijk. Voor de mensen die Shein nog niet kennen, Shein is eigenlijk een webwinkel waar ze eigenlijk allemaal kleren verkopen. Het is een beetje Zafu-achtig, maar ze hebben best wel veel leuke items. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen en kijken wat ze hebben. Zoals je ziet zitten er best wel veel items in. Ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen met het eerste beste wat ik hier heb. Dat is deze. Oh, er zijn er twee. Nou, dit is de eerste. En dit is een rokje. Maar hij heeft zeg maar hier van die touwtjes, zodat je hem zeg maar over je schouder heen kan doen. Wat ik ook echt heel erg leuk vind. Nou, ik vond het bloempatroontje echt heel erg schattig. Ik vond hem heel erg leuk. Het stofje is een vrij dun stofje. Het voelt hem als een vrij goedkoop stofje, vind ik overigens wel. De prijzen van de items weet ik niet uit mijn hoofd. Die zal ik wel beneden in de beschrijving hier neerzetten. Met de linkjes naar alle producten, mocht je benieuwd zijn. Maar goed, hij ziet er eigenlijk best wel erg leuk uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze straks gaat staan. Nou, de volgende is deze. Dit jurkje, dat is het volgende keer gelijk met die rainbow dingetjes hier aan de voorkant. En ook aan de zijkant. Dus ik vond het best wel tof. Het is net iets anders dan normaal. Maar het geeft het jurkje toch wat extra detail. Oh, sorry. Ik dacht dat het een jurkje was, maar het is een playsuit. Maar ik vond het ook wel heel tof. Ook vrij basic, maar ik hou er eigenlijk wel van. Tijd voor de volgende. We gaan er best wel snel doorheen, vind ik. Nou, dit is gewoon een simpele crop top. Ik dacht, altijd goed, matcht met de bank. Wow, matcht echt heel goed met de bank. Nou, en het volgende wat we hebben is zo'n broek. En dit is zo'n broek met van die knoopjes aan de zijkant. Vond ik ook heel erg leuk. Nou, deze schijnt iets minder goed door. Maar ik word er een beetje sceptisch op alles dat een beetje volgens mij doorschijnt voor mijn gevoel. Maar ik vind hem wel echt super leuk. Het is echt een mooi kleurtje. Ik vind het leuke streepjes zo. I like it. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe deze gaat staan. En dan heb ik ook nog deze. Dit is een lange jumpsuit. Ik vond deze wel heel erg tof met die geruite blokjes. En hij is best wel breed aan de onderkant. Dit is echt heel lekker breed uit. Dus gewoon van die wijde pijpen, wat ik echt heel erg lekker vind. Ik vind hem best wel mooi. Dit voelt als een iets dikker stofje aan. Die voelt ook iets beter aan qua kwaliteit. Ik weet niet waarom dit zo is afgemaakt. Maar dit steekt er wel een beetje uit. Dat is iets minder goed. Maar voor de rest ziet hij er wel goed uit. Ik ben een beetje verbaasd over het stikseltje dat niet heel netjes is afgewerkt. Maar goed, het is Shein, hè? Ik bedoel, het allemaal super goedkoop. Deze is ook echt heel erg leuk. En dan heb ik nog deze super oversized blouse. Ik vond deze wel heel erg leuk. Het is niet echt iets wat ik snel zou dragen, maar het is echt zo'n lange jurkblouse die echt heel comfy en lekker zit. Ik dacht, met een paar sneakertjes, witte sneakers, is dit wel heel erg leuk. Dus ik dacht, nou, laat ik deze ook gewoon proberen. Ja, ik vind hem mega leuk. Dus ik dacht, let's give it a try. Dus deze vind ik ook wel tof. Net iets anders dan normaal, maar ik wil hem wel graag meebestellen. En ik heb hier nog een zonnebril. Ik kwam een hele leuke zonnebril tegen. Dat is namelijk deze. Ik weet wel, ik heb wel eens gelezen dat de zonnebrillen die zij hebben geen UV-bescherming hebben. Dus dat is goed om te weten. Maar kijk, hoe cute is deze? Ik vond deze echt super leuk. Zo met die hartjes. Dus ik ben hier eigenlijk ook heel erg blij mee. Echt een hele leuke bril. Ik denk dat ik hem best wel vaak ga dragen. Kijk, het voelt wel, moet ik eerlijk zeggen, het voelt niet aan als een hele sterke bril hoor. Hij voelt vrij stroef en ook echt van plastic. Ah, ik vind hem wel heel erg leuk eigenlijk. Het is meer dat ik zoiets heb van leuk als een zware. Omdat ik zeg van, oh, echt een zonnebril. Puur voor zon. Snap je wat ik bedoel? Dat zijn overigens ook alle items. Dus ik zou zeggen, laten we passen om te kijken hoe alles staat. Ik ben heel erg benieuwd. Ik weet nog niet wat ik tot nu toe van Shein vind, want voor mijn gevoel voelen de stoffen wel oké aan. Niet super. Maar daarvoor moet ik gewoon alles passen en kijken hoe het staat. En ik weet het nog niet. Dus ik zou zeggen, laten we passen en kijken hoe de items zijn. Oké, dit is het eerste item. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ik zie wel dat hij zeg maar al doorschijnt. Dus ik stel eigenlijk voor om het lijkt een ander aan te doen. Hij schijnt best wel heel erg door. En het ding is, je kan hier ook niet echt iets anders onder aan. Hoewel ik hem wel heel tof vind zo met die streep. Maar ja, ik denk dat het gewoon jammer is. Dus ik zou zeggen, op naar de volgende. Ik vond het ook heel ongemakkelijk in. Oké, dat is het tweede item. En dat is dit item. Dit is een playsuit. En ik vind hem zich best wel leuk. En ik vind hem best wel tof. Alleen het enige waarbij ik zoiets heb van, dat is hoe hij hier valt. En het kruis, zeg maar. Ja, zie je, hij valt heel erg ruim. En als ik zo buk, zie je inderdaad dat het zo over. Dus ik vind het niet super mooi van, moet ik heel eerlijk zijn. Dat is natuurlijk ook hoe mijn lichaam is. Zie je, het ziet er een beetje raar uit.
Dus je had het algemeen denk ik wel oké aanvoelen hoor. Hij zit gewoon lekker comfy, chill, lekker voor in de zomer. Alleen dit vind ik wel een beetje jammer. Lijkt zo, als ik het in een pashokje koop, dan zou ik het niet meenemen. Ik blijf maar bukken, want kijk van, hey, hoe is het? Laat ik zo zeggen, geef een zesje. Niet heel geweldig, ook niet heel erg slecht. Nou ja, goed, tijd voor de volgende. Dan is dit het volgende en is eigenlijk een crop top met daarbij, zeg maar, hoe heet zoiets? Een soort van rokje met daarbij van die... Een soort van bretels aan. Nou ja, goed. Deze heb ik samen gecombineerd. Dus één outfit en dus twee losse items. Ik vind het wel erg leuk staan samen. Ik weet niet, ik vind het wel een combi zo. Als zich voelt deze best wel goed aan. Ik vind dit stofje ook wel lekker aanvoelen wat dat betreft. Die is prima. En de crop top zegt, oké, misschien ben ik wel erg tevreden over. Om heel erg te geven, met de crop top kan ook bijna verkeerd gaan. Maar ik vind het eigenlijk wel erg leuk. En ook dit rokje zo. Ja, I like it. Lekker speels. Ik vind het wel tof. En het volgende item is deze broek. Ik vind het ook wel heel erg leuk. Hij heeft van die knoopjes aan de zijkant. Ik moet uitgeven, het voelt wel ook aan als een vrij goedkoop stofje. Maar dat heb ik met heel veel producten die je hier eigenlijk hebt. Ja, als zich vind ik hem wel leuk. Ik heb wel een beetje een clowns gevoel hierin. Maar ik heb het gegeven, misschien ook in combinatie met een topje. Maar qua vorm en zo is hij goed. En ook hoe hij zit, zit hij super lekker. Hoe die valt, is hij goed. Dus ja, als zich is het gewoon een prima broek. Vooral voor die prijs natuurlijk. Het is allemaal niet heel erg duur. Die prijs is hier wel echt wel heel chill. Dus... Ja, ik ben er nog wel enthousiast over. En wat zijn deze knoopjes? Oh, de knoopjes die je hier aan de zijkant hebt, kun je trouwens niet openmaken. Daar moet je wel rekening mee houden. Vaak zijn het van de broeken waar je knoopjes hebt waar je niet open kan maken. Maar bij deze zijn ze puur ter decoratie. En dan heb ik ook nog eens deze top. Het is een vrij casual basic top, maar ik vind het eigenlijk heel erg leuk. Ik moet uitgeven, ik moet niet al te veel omhoog gaan, want dan zie je van alles onderscheidend zo echt heel krop top. Ook door het model natuurlijk. De meeste kopjes vallen wat strakker, waardoor als je omhoog gaat ze niet meegaan. Maar deze laat wel van alles zien. Wat ik net besefte, weet je waar ze voelt gewoon heel chill voor is? Ze voelt gewoon heel chill voor het soort basics. En als die andere crop top, daarbij weet je gewoon de kans dat het misgaat is gewoon heel erg klein. Dat zou ik persoonlijk heel erg aanraden voor een Shein. Maar over het algemeen, ja, ik vind deze wel gewoon chill. Past ook leuk bij deze broek. Dus iets wat meer casual, maar ja, dit soort dingen komen gewoon altijd op mijn pas. En dan als laatste deze. En ik vind deze zelf ook wel heel erg tof. Het is net iets van zo normaal tot minimalistische pastel, vind ik. Maar ik vind het wel heel erg mooi eigenlijk. En ik vind het gewoon heel erg chill om zoiets gewoon soms te dragen. Er zitten nu wel een paar krookjes in, dus daar moet je even doorheen kijken. Maar gewoon, ja, met een paar Converse eronder vind ik het echt heel erg chill. Of gewoon met slippers. Nou, ik vind deze wel heel leuk. Deze ging voor mij niet door. Hij voelt wel vrij goedkoop aan qua stofmateriaal. Toch heb ik met al deze producten wel. En het zijn dunne stofjes. Maar laat ik het zo zeggen, het zal kwalitatief wel iets minder goed zijn. Maar goed, daar betaal je over. Nee, ik vind deze eigenlijk heel erg leuk. Dus ik ben deze wel blij. Dat waren inderdaad alle items. Over het algemeen ben ik wel tevreden over Shein. Moet wij hier ook toch even bij sommige items, dat ik wel van, ja... De stoffen voelen vrij goedkoop. Een aantal items is geen het door, wat ik wel echt heel erg jammer vind, want dan... Ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat je het gelijk niet echt kan dragen. Maar het is natuurlijk ook zo dat je in best wel goedkoop is. Dus je mag voor die prijs, vind ik, ook niet heel erg veel verwachten. Over het algemeen geef ik het denk ik een 6. Voor mijn gevoel, zeg ik heel eerlijk, vind ik Sephora wel iets prettiger dan Shein. Daar heb ik het gevoel dat inderdaad de kleren bij Sephora ook allemaal net wat beter zijn afgewerkt. Bij Sephora bestaat in al labeltjes echt Sephora. En hier zag ik ook wel een paar items zonder label. Dus het zou mij niks verbazen als dat een soort van afdankertjes van de fabrieken zijn. Laat ik het zo zeggen, ik ben niet heel erg ontevreden. Maar het is ook niet dat ik nou zeg van, oh, ik ben echt super fan. Er zitten wel een paar leuke items tussen. Maar mijn voorkeur, vergelijkbaar met de site, zou voor het eerder gaan naar een Sephora. Omdat ik daar iets vaker prettige ervaring mee heb. De verzendtijd bij Shein was ongeveer, denk ik, 2-3 weken. Dus het duurde wel even. Maar ook niet mega lang. Of ik het zou aanraden... Nou, het zijn wel leuke items. Anderzijds is het wel dat ik zeg van, goh, weet je, je merkt wel dat het bij Shein wat goedkoper is. Dus hou daar wel rekening mee. En hou er ook rekening mee dat er een kans is dat het item bijvoorbeeld net wat minder mooi valt. Dat het door kan schijnen en dergelijke. Ik weet ook niet precies hoe de retourneermogelijkheden zijn. Het kan best zijn dat je het niet kan retourneren. Zou me niks verbazen, want het is natuurlijk wel uit het buitenland allemaal. Dus hou daar wel rekening mee. Zijn er overigens nog andere webshops of merken waar je zegt, ja, mee wil jij die testen? Laat het hier beneden achter, want ik vind het altijd super leuk om te doen. En voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En tot de volgende video. Doei doei!